achter dat enorme harde rijden. Zo hard is het niet. Ja, maar ik kan er niet tegen nu ik in verwachting ben. Ik moet die loer vasthouden. Die schiet zo door de vooruit. Ik kan er echt niet zo makkelijk houden hoor. Had je niet gezegd dat we hem misschien zouden verkopen? Ja, kom zeg. Gezegd. Maar ik denk eraan. Eventueel, dat is natuurlijk wel verstandig. Maar nou is Henk de Zamingen weer bezig met die tweede motor van me. Nou, en dan haalt hij zoveel pk's uit. Die gaat in de testbank. Hij denkt dat er veel pk's uitkomen. Dat is ongelooflijk. En dat is wel zonde natuurlijk. Dan zou ik misschien mee op Zandvoort kunnen gaan rijden of zo. Oh. Wat nou? Nou ja, zeg. Je weet het, die deusje voor van mama over kunnen nemen misschien, hè? Ja, ja. Nou. Ja, goed, het is gewoon het idee dat ik op een deusje voor over zou moeten gaan. Dit is natuurlijk een fantastische auto, maar ja, het is zo'n verschil, hè? Ja, het is een keurige familie. We gaan rechtsaf.